koop Mijn Vriend Spider-Man Superhelden Geeks en Fancultuur. Het boek wat ik heb geschreven, wat in 2017 is verschenen bij SubQ. Daar help je mij mee en daar help je het kanaal mee sponsoren. En mocht je hem al hebben, koop dan gewoon een exemplaar voor een vriend of vriendin waarvan je denkt, die wil dat boek ook lezen. Dankjewel alvast en ik zou zeggen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Dit is een hele bijzondere cover van Spider-Woman. Dit is namelijk uit de tijd dat Marvel fotocovers maakte voor hun comics. Het is een lievelingsproject van Jim Shooter was dat. En dit zijn allemaal mensen van de Marvel bullpen die poseren als schurken. En ook de dame die Spider-Woman hier speelt werkt ook voor Marvel. Het is een leuke fotocollage. Er zitten alle elementen, zie je. Deze is duidelijk erin geplakt en zo. En zelfs de cornerbox art is vervangen voor een foto. Het enige jammer aan deze cover is dat er een stempel op zit. Complimentary copy. Maar ja, ik kon hem toch niet laten liggen. Bij Nicolaas Groente en Fruit, waar ik deze comic gekocht heb. Elliot Brown was degene die het fotografeerde. En ik denk dat Bill Larkin, of in ieder geval Ene Larkin, de pagina van tevoren heeft geschetst om te kijken van dit is wat we ongeveer hebben in fotomateriaal. Het is een newsstand edition, want we hebben een streepjescode op de cover. Want anders zou hier een plaatje zijn als het een direct market was, oftewel stripwinkel editie. En hij is uit 1983 en het is het laatste deel van de eerste volume van Spider-Woman, waarin ze ook nog eens een keer doodgaat. Dat is echt een heel deprimerend nummer. Ik heb hem nog niet herlezen, ik heb hem namelijk als essential in de kast staan. En ik ga je ook niet vertellen waar het verhaal nou precies over gaat. Dat is irrelevant eventjes. Het ging mij meer om de fotocover. En die wilde ik je graag laten zien. En het eindigt met dat Spider-Woman sterft. En dat ze vraagt aan haar magische vriend of ze ervoor wil zorgen. Dat niemand weet dat ze ooit bestaan heeft. Dit was echt niet de manier om een serie te eindigen, Marvel. Het was echt, en je weet je echt heel erg depressief van. Maar het is wel mooi getekend. En ik ben wel fan van de oude Spider-Woman. Ik lees deze deeltjes graag. En zo eindigt het dan. Maar dit is leuk, want dit is eigenlijk officieel de eerste fotocover comic die ik heb. Want ik heb wel een Nederlandse van Spectaculaire Spider-Man. Maar ik wil ook graag die nog in het Amerikaans hebben. Dus dit is de eerste fotocover die ik kon scoren. Ik ben even vergeten hoeveel het er precies zijn. Maar het is toch heel erg leuk om dit te zien. En Nicolaas Groente en Fruit wordt gerund door ene Brian, een New Yorker die in Amsterdam is gaan wonen. En hij verkoopt dus zijn eigen verzameling daar onder andere. En ook artwork op de muren. Nou weet je wat, ik heb opnames gemaakt. Dan laat ik het je gewoon even zien. Nicolaas Groente en Fruit wordt dus gerund door Brian Nicolaas. Het is een New Yorker die in Amsterdam is gaan wonen. Nou, hij verkoopt allemaal producten zoals kazen en wijn en noten. Maar hij verkoopt dus ook comics. Uit de jaren 70 en de jaren 80. En hij vertelde mij dat het merendeel dus zijn collectie is. En een paar comics zijn ook van vrienden van hem. Nou, Marvel Tales zijn natuurlijk herdrukken van Amazing Spider-Man. Dit is wel bijzonder. Dit is een herdruk van Amazing Spider-Man 38. Het laatste verhaal, Spider-Man verhaal, wat Steve Ditko ooit getekend heeft. Daarna wilde hij nooit meer Spider-Man doen. Dit is The Kid Who Collects Spider-Man. Het is een verhaal van Roger Stern. Ook heel bijzonder. En de covers, die herkennen we natuurlijk, omdat ze door Junior Press zijn uitgegeven. Op dit moment ben ik alleen niet zo erg op zoek naar floppies, naar Amerikaanse floppies. Behalve dan van sommige speciale comics, zoals die Spider-Woman. Kijk, dit is leuk. Weer zwevende hoofden op een cover. Het is een mooi thema om een keer wat vaker iets mee te gaan doen. En deze is ook in het Nederlands uitgegeven, die je net zag. En dit vind ik een gave cover van Mary Wilshire. En die heeft Mary Jane getekend. Het is geïnkt door John Romita Sr. Daarom is het ook
heel erg een John Romita tekening geworden. Nog meer Marvel Tales. Nou, ik vind het wel erg leuk dat dit dus in het centrum van Amsterdam in een zaakje te koop is waar eigenlijk ander soort producten te koop zijn. En nu kun je gewoon comics kopen. Van vervlogen tijden. En Hulk. Chat in Amsterdam, dat is een lokale comic eigenlijk die gemaakt wordt hier. Dazzler. Jughead en Archie. Nou goed, dat is niet helemaal mijn kopje thee. Er stonden ook nog toffe dingen in de vitrine, zoals je kunt zien. En hij verkoopt ook allerlei boeken over allerlei onderwerpen. Pockets, Mad Magazine, het science fiction boek, Richard Corben, Ancient Maya en Judge Dredd. Die pockets zien er ook gaaf uit trouwens. Nou, nog wat artwork. Prins hier al. En de Freak Brothers. Daar heb ik ook een paar comics van. Dat zijn echt comics uit het hippie tijdperk. De jaren 60. En een Franse Wolverine. Dat is ook wel bijzonder. Black Hole van Charles Burns. Pardon Lul zie ik nog staan. Piracy. Het monster van Frankenstein, dat is wel heel tof. Die heb ik als maar Amerikaanse dikke trade paperback, maar ik vind ze erg leuke verhalen. Mr. Natural van Robert Crumb. Ook een van mijn favoriete stripfiguren, die Mr. Natural. Nou, dat is een beetje wat het te koop was en hier heb je een impressie van de winkel. Ga er vooral eens kijken als je in de buurt bent. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, op naar een volgende. Like, subscribe, maar bovenal, heb een goede dag.